Jack, gefeliciteerd. Is opluchting het juiste woord dat past bij vooral de knotsgekke slotfase? Goed. Je moet een overwinning of een 3-2 voorsprong moet je over de streep trekken. En dat weet je. Dat is in Helmond altijd met opportunisme natuurlijk. Is dat altijd gevaarlijk. En ja, dat moet je over de streep trekken. Dat hoort erbij. Het is niet alleen in Helmond, want het gebeurt eigenlijk opnieuw. Bijna identiek aan vorige week. Dat je 2-0 voorkomt en dan weer weggeeft. Waar komt het vandaan? Waar komt het vandaag vandaan? Ja, nou, kijk, als ik vooral de eerste helft analyseer, vond ik dat we het moeilijk hadden in het begin. Veel lopende mensen van Helmond hadden we moeite mee om druk op te krijgen. Volgens mij was dat na een kwartier of zo, hadden we dat wat beter onder controle. En na de 0-1 ging dat eigenlijk alleen maar steeds beter. En ik vond dat we in die fase ook goed aan het voetballen waren. De 2-0 is een mooi voorbeeld daarvan. Het veld groot maken, geduld hebben in de opbouw. Middenvelders doorbewegen naar de zijkant en dan op het juiste moment de diepte pakken. Ja. Toen had ik wel het idee met de 2-0 van die wedstrijd is gelopen is overdreven. Maar die hebben we onder controle. En dan geven we toch weer uit het niets eigenlijk de 2-1 weg. Hè, de penalty in ieder geval. Ja, dat is onnodig. Een minuut of 7 voor rust. En dan moet je nog... Maar ik weet niet helemaal zeker meer of dat ze voor de rust nog een kans kregen op 2-2. Ja, dan weet je dat er bij hun wat gebeurt. Nou ja, 5 minuten na rust de 2-2. En dan moet je weer opnieuw beginnen. Jullie kwamen eigenlijk ook uit het niets op 0-1. Wat een wereldgoal. Daar moet je toch van hebben zitten smullen, die goal van Achabar. Ja, fantastisch. Kijk, weet je... Ja, Sven en hij zijn natuurlijk twee echte spitsen die goals kunnen maken. En wat is het nu? 6 om 5. Dat is gewoon top. En de manier waarop, hij doet dat bij tennisvoetbal, doet hij dat regelmatig. Dan kondig je het ook aan. Dus ik weet niet of hij dat nu ook deed. Maar deze gaat de wereld over, denk ik. Uiteindelijk winnen jullie hem, trekken jullie hem over de streep. Mede dankzij Mike Trezor en Dijn Chimier. Is het al lastig om op die naam te oefenen of noem je gewoon Mike op het trainingsveld? Ja, ik noem hem Mike, want ik noem iedereen met zijn voornaam, dus hem ook. We wisten dat we met Jonathan, die hadden we door kunnen laten spelen. Maar het risico bij hem wordt dan steeds groter op dat hij alsnog weer een blessure oploopt. En we hebben ervoor gekozen om Mike op die rechterkant te brengen. We hebben nog even aan Sabak gedacht, die we eigenlijk ook wel wilden belonen. Maar dan kom je meer op de positie van Ennis terecht. En die maakte dan ook nog te winnen. Dus dat pakte dan er wel goed uit. Jullie hebben een brede bank, want vandaag mis je aanvoerder Rens en Jozef pakte dat perfect op. Kvida speelde een fantastische wedstrijd. Ja, dat moet ook de kracht zijn van NEC. En het is altijd niet leuk voor spelers die niet spelen en moeten wachten op hun kans. In het geval van Jozef is hij natuurlijk gespeeld en is hij eigenlijk door zijn interlandperiode buiten de basis geraakt. Ja, ik zeg altijd wel, op het moment dat dat je er weer moet staan, dan moet je er ook staan. En soms is het geduld hebben, maar je moet er wel elke dag keihard voor trainen. Tot slot Jack, je zei we krijgen te veel goals tegen. Ik denk dat je dat na vandaag nog steeds zal zeggen. Maar belangrijk is wel dat je zoveel goals zelf maakt dat je de wedstrijd een keer winnend naar je toe trekt. Ja, volgens mij hebben we er nu 4 gewonnen en 2 gelijk gespeeld als ik het goed heb. Dus dat ziet er goed uit, weet je. Feit blijft ook vandaag dat je het doelpunt te makkelijk weggeeft. En kijk, als je in een uitwedstrijd 3 goals kan maken, en dat kunnen wij altijd, dan moet je die wedstrijden ook winnen. En zo simpel is het. En vandaag was het met 3-2. Nou ja, prima. Gefeliciteerd ermee. Dankjewel. Dankjewel. Ja, Annas, waarmee moet ik je feliciteren? Met de winst of met die fantastische vallende omhaal? Ik denk op het beide. Ik denk natuurlijk de belangrijke 3 punten. Maar zo'n bal, daar mag je wel even van genieten, denk ik. In het radiocommentaar zei ik, Sven Braken probeert het iedere week. Achabar doet het 1 keer en het is meteen raak. Heb je ook zoiets in gelijke strekking tegen Sven gezegd? Nou ja, Sven die heeft nou rust, had een beetje last. Dus hij werd een beetje verzorgd, maar op training doet hij het wel. Alleen in wedstrijd ook? Ja, in training scoort hij ze ook. Maar in de wedstrijd laat ik het even 1 keer zien en volgende keer maakt hij hem. Want hij probeerde het na jouw goal ook nog een keer zelf, maar dat lukte niet. Dat, ik neem aan dat je dat ook al even tegen hem zegt. Ja, nee. De volgende keer scoort hij hem gewoon en kan hij het weer terug zeggen. Nee, geweldige doelpunt. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat we gewoon 3 punten hebben.
En dat dat een belangrijke winst is naar vorige week. En ja, ik denk dat dat het belangrijkste is voor ons. Ja, want net sprak ik natuurlijk ook je coach, Jack de Gier. En die zei, we krijgen nog steeds wel te veel doelpunten tegen. Daar heb jij natuurlijk als aanvaller een mindere rol in. Wel een rol. Maar ik kan me ook voorstellen dat dat frustrerend is. Dat je zelf zoveel scoort, maar telkens weer die tegendoelpunten krijgt. Nou ja, kijk, ik zie het ook. Ik zie ook een positieve kant eraan. Ik denk dat, ja, net als vorige week, denk dat wij best wel makkelijk de doelpunten tegenkregen. En in de laatste fase meestal, dan wordt het altijd wat moeilijker voor ons. En ja, vandaag zag je gewoon dat het echt goed stond. Ik had niet het gevoel na de 3-2 en zelfs bij de 2-2 dat zij nog een doelpunt echt konden maken. En dat zij echt gevaarlijk werden. Wat ik vorige week wel echt, waar ik vorige week wel echt voor, bang voor was. En ja, dat hebben we gelukkig wel eruit gehad. Ik denk dat de twee doelpunten die komen, ja, zijn kleine fouten. Die zijn gewoon goed afstraffen. En ik denk dat wij dat eruit moeten halen. En dan ja, moet het wel goed komen, denk ik. Want we hebben de kansen geturfd. Helmond heeft er dubbel zoveel gehad als jullie. 6-3. En jullie maken, of 6-4, jullie maken er gewoon 3 af. Dat is natuurlijk ook gewoon effectief. Ja, precies. Ja, ik denk dat ja, met Sven, met mij, met Brahim en met Jonathan. Ik denk dat wij gewoon ja, spelers hebben die een balletje makkelijk erin kunnen schieten. En heel effectief kunnen zijn, vooral als we onze dag hebben. En dat is vorige week had Sven zijn dag en ja, nu ben ik het en samen met Brahim. Maar als wij onze dag hebben, dan kan het heel makkelijk gaan. Ik denk dat wij daar naartoe moeten zoeken en ik denk dat het dan wel goed komt voor ons. Anna, trek je vanavond de pyjama aan en ga je dan op YouTube even een paar keer die omhaal terugkijken? Hoe vaak gaat het in totaal gebeuren, denk je? Nou, ik denk niet dat ik... ik denk dat ik hem misschien 1 keer terugzie in de samenvatting. Maar ik denk niet dat ik nog te lang daarna kan kijken, want... Ja, Excelsior is weer voor het doel. En dan tevreden slapen? Ja, absoluut. Zeker. Zeker. Absoluut.